Denk hier aan scholen, universiteiten, zorginstellingen, academische ziekenhuizen, overheden. Het is heel variërend. De behoefte van klanten is naast prijs-kwaliteitverhouding dat het systeem makkelijk te bedienen moet zijn. Dat het eenvoudig is om autorisatieniveaus in te richten. En dat het inderdaad past in de integrale security platform van een bedrijf. Waarbij men echt inzicht krijgt van wat gebeurt er nu. Grote vraagstukken waar grote organisaties tegenaan lopen is hoe kan ik nou ervoor zorgen dragen dat ik inzicht krijg wie wat waar heeft gebruikt. En denk dan aan bedrijfsmiddelen zoals laptops, smartphones, wapens. Dat is heel variërend. Veel bedrijven maken al gebruik van bestaande web-based en cloud-oplossingen voor controle- en beheertoepassingen. Maar hoe houd je dan overzicht? Het platform wat daarop geboden wordt, daarin kunnen ze volledige integratie toepassen van hun bestaande software met de nieuwe software. En zo juist het hele beheer overzichtelijk houden. Hoe het systeem bijdraagt aan de overzicht en veiligheid is dat men natuurlijk inzichtelijk gaat krijgen de uitgifte en inname van de sleutels. Management kan exact zien wie wanneer welke sleutel terugplaatst, wie wanneer welke sleutel meeneemt. Bijkomstigheid daar is dat voor het management is het dus natuurlijk inzichtelijk. En voor het personeel dat men weet dat men gecontroleerd wordt. Wij merken dat zeker door de huidige situaties, de afschaffing, zeker in zorginstellingen bijvoorbeeld, van centrale receptiediensten, naar een niet meer 24 uur bemande receptieplaats, maar waar nog steeds wel sleutels nodig zijn om het gebouw 24/7 te kunnen bedienen, beheren, betreden. Waar men in de toekomst nog meer behoefte aan gaat hebben is een totaaloplossing in een totaal security platform waar men eigenlijk alle issues die er spelen binnen een bedrijf kan controleren. Onze tip is, goed beheer van sleutels en bedrijfsmiddelen zorgt voor minder faalkosten. Zonder veiligheid uit het oog te verliezen.